Dag dames en heren, er is officieel sprake van storm. Rond de klok van 10 uur was er in Vlissingen al sprake van een uur lang windkracht 9. De komende uren kan de wind nog wat verder aantrekken en is er dus op meer plaatsen sprake van stormkracht. En ook op de barometer zien we dat de luchtdruk vrij laag staat. Naast regen staat er dus ook veel wind op het programma. Het wordt allemaal veroorzaakt door lage drukgebieden, maar ze leveren niet alleen regen op, er zijn ook op dit moment een aantal opklaringen. Het noorden van Limburg. Delen van Brabant komen er mooi uit, ook in het westen van het land. Maar op de Noordzee, daar zit alweer meer bewolking. En ook een aantal buien. Want de buien van afgelopen nacht en vanmorgen vroeg die zijn naar Duitsland weggetrokken. We zien op het randje van de kaart weer nieuwe buien onze omgeving naderen. En met name bij die buien kan de wind nog extra fors uitpakken. En zoals gezegd, er staat op dit moment al heel veel wind. Dit zijn de windstoten die tot nu toe zijn gemeten. En inmiddels zijn er al windvlagen van zo'n 110 kilometer gemeten in het westen van het land. En zoals ik zei, Vlissingen heeft al een uur gemiddelde windkracht 9. Een officiële storm. Maar ook de hele westkust en de regio rond het IJsselmeer en het Markenmeer kan... Later vanmorgen en aan het begin van de middag kortstondig met een storm te maken krijgen. In de rest van Nederland geen storm, maar dus wel die forse windvlagen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Maar er vallen dus ook buien. En de windvlagen die komen in het binnenland zo tussen de 75 en de 95 km per uur uit. Lokaal misschien nog wel wat meer. En in de hele westelijke helft van Nederland zitten we zo rond de 110 km per uur. En zoals ik al zei, de gemiddelde wind die is stormachtig tot af en toe stormkracht, windkracht 8 tot 9. In de loop van de middag wordt het overigens een stuk rustiger. En koud is het vandaag niet. De temperatuur komt in de dubbele cijfers uit. Vanavond dan neemt de wind verder in kracht af. Er zijn opklaringen. Er valt ook nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of 4. En morgen. Het weerbeeld lijkt sterk op dat van vandaag. Op het ene moment breekt de zon door, dan zijn er weer een aantal buien, de temperatuur komt een fractie lager uit en ondanks dat er ook wat minder wind staat, kunnen met name bij buien ook morgen nog forse windvlagen optreden. Dat is ook in het weekend het geval. Ook dan nog altijd een stevige bries uit zuidwestelijke richting. Wisselvallig weer, dat wisselvallige weer houden we ook begin volgende week, maar dan gaat de wind wel duidelijk in kracht afnemen. Fijne dag verder.